Welkom bij een nieuwe editie van de Piepshow met een aantal heikelijke onderwerpen. En we beginnen met ene meneer Brian Birmingham. Uh, Brian Birmingham is een, uh, ja, hij, het, het, het staat er gewoon bij. Het is een former WOW, oftewel World of Warcraft Classic Lead. Een van de grotere jongens als het gaat om World of Warcraft. En hij heeft ontslag genomen een uh, dikke week geleden. Hij uh, was een beetje klaar met een soort werkwijze bij Activision Blizzard. Die volgens hem pas op gang deed toen Blizzard werd overgenomen door Activision. He, sinds het ABK is genomen Activision Blizzard King. King, dat is die van die Candy Crush, die mobile uh, games. En hij zegt. Er is daar een arbeidscultuur, een managementcultuur binnen Blizzard gedrongen. En ik trek dat niet meer. Nou, wat, wat trekt hij niet? En uh, dat zie je in de tweede tweet: dat is het zogenaamde stack ranking. Wat is er aan de hand? Nou, Brian Birmingham is een, een lead designer, of ja, een hoge pief. Die heeft allemaal mensen onder zich werken. En um, dan krijgt hij van zijn. Baas uh, af en toe te horen van: Hey, ik wil even dat jij ze gaat uh, uh, ja, beoordelen. Hoe hebben ze het gedaan? Nou, dat doen we in Nederland ook. Dat heet dan een functioneringsgesprek. En dan gaat je baas zeggen: Nou, dit uh, dat gaat niet zo goed. Dat, uh, daar moet je een beetje aan werken. En dat doe je goed. Of misschien zegt hij wel: nou, dat is echt helemaal kut. Uh, ik ben bang dat ik toch je moet ontslaan. Uh, of je wordt geprezen. Nou, hoe gaat het in Amerika? Het maakt niet uit hoe goed je werkt. Al heb je tien man onder je en alle tien doen het gewoon hartstikke goed. Je moet altijd 5% kiezen als. Onvoldoende als slecht. Die mensen maken dan minder kans op uh, loonsverhoging, minder kans op uh, een, een, een betere baan. Dus uh, uh, dat, je, dat je hoger in, in, in het bedrijf gaat komen, uh, minder vakantiedagen, allemaal dat soort dingen. Dus ondanks dat je het goed doet, doe je het toch slecht. En. Wat is de reden daarvan? Dat jaagt de boel lekker op. Dat, 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 dat blijft je maar pushen en pushen om toch beter en harder te werken. Heel Amerikaans. Um, gangbaar in uh, ja, heel veel delen als de economische sector, uh, marketing. Al dat soort dingen waar mensen heel erg bonusbeest werken. Maar dit is de creatieve sector. En hij is er klaar mee. Hij zegt: Ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Ik kan niet mensen ja. aanwijzen uh, als niet goed. Terwijl ik vind dat ze goed werken. Ik ben er klaar mee. Um, ik heb gevraagd of we dat niet konden doen. Kon niet. Dan ben ik weg, ja. ja je, dit, uh, je noemde het net al. Um, dit is iets, dit, dit kennen we heel erg uit de salesindustrie. Ja, um, uh, weet je. Dit, dit hoort bij de grote bureaus, de McKinsey's, uh, PricewaterhouseCoopers, dat soort grote adviesbureaus hebben dit soort um, bonusstructuren eigenlijk vaak uit het zich in bonus. Mm -hmm. um, maar goed, het is een sales uh, tool voor salesorganisaties mm. en het werkt absoluut niet in de creatieve industrie. Nee. En um, ik, ik, ik heb er zelf ervaring mee. Ik weet ook dat bijvoorbeeld uh, voordat ik ooit begon met uh, Blammo, deden we allerlei klussen voor reclamebureaus. En um, die cultuur daar is niet te vereenzelvigen met, met, met die ubercommerciële prestatiecultuur die ja. je in Amerika hebt. En waarom? Omdat creativiteit laat zich niet Produceren, weet je? Het is er. En wanneer is het er? Als de omstandigheden goed zijn, weet je? Als, het, als iedereen lekker in zijn vel zit en je een, een klik hebt tussen creatieve mensen, dan ontstaan er fantastische dingen. Nou, als je wil uh, garanderen dat er geen klik is tussen creatieve mensen, dan moet je een stack ranking uh, systeem introduceren. Um, het, het, weet je, ik bedoel, ik ga al over mijn nek van urenregistratie. Als je binnen een ja. bedrijf werkt waar je uren registreert, dat is een fucking nachtmerrie. En dit, uh, dit is nog veel erger dan dat. Ja. En um, om heel eerlijk te zijn, het verbaast me dat Activision Blizzard dit hanteert, dit systeem. Mm -hmm. Vooral omdat Microsoft, denk ik, er al een keertje in ja, uh, 2013 zijn ze ermee gestopt. Ja, ja en dat is het, ja. het werkt niet. Je krijgt, nee. je krijgt ruzie, je krijgt burn-outs. Het is gewoon mensen vliegen elkaar in de haren. Het is gewoon niet gezond. Als jij een gezonde werkcultuur wil hebben, dan moet je niet dit soort systemen introduceren, dit nee. is alleen maar leuk. We, we echt voor, voor mensen die het leuk vinden om een hyper uh, prestatie te Ja, Het is, het is competitief, in, hè? het bedoel, is net als met sport, bij wijze van ja. spreken. Weet je, ik bedoel, als jij bij uh, weet ik veel bij Ajax voetbal, natuurlijk weet je, de, de elf beste spelers op dat tocht, de fitste spelers, de beste, ja. spelers, die staan in de basis. Ja. En, ja, Weet je, als je erbij wil, dan zul je weg naar binnen moeten knokken, en dat is uh, dat is leuk als je gewoon met z'n allen traint voor, 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 voor dat ja voor dat gezamenlijke doel weet je binnen mm -hmm. maar dit. Dit is niet, dit is iets anders. Het, het zijn ook andere typen mensen. Hè? Ik bedoel, inderdaad, als jij uh, sales gaat doen bijvoorbeeld, dan, ja, dan ben je over het algemeen een competitieve guy of girl. Weet je, ik bedoel, het, is, het is raar om um, te zeggen van nou, ik doe het voor het creatieve sales. Weet je, ik wil gewoon om... nee, je doet dat omdat je fucking veel wil verkopen, zodat je een maximale bonus wil halen. Dat, dat, dat is die bedrijfswereld. Die mensen gedijen ook heel erg goed binnen een soort van competitieve drang. Van ja. ik wil de beste zijn, want dan krijg ik de hoogste bonus. En het is ook nog eens een keer heel goed te beoordelen. Oké, okay, jij hebt een ton binnengebracht. Jij hebt 80.000 binnengehad. In principe, allebei goed, want de target was 70.000. Maar jij hebt het laagste gehaald. Dus uh, ja, jij bent gewoon de lul van de klas en uh, jij bent het beste. Bij creatieve. En, en, en dit laat ook een beetje zien. Ik vind het een hele goede metafoor voor wat er gebeurd is met de gamesindustrie de afgelopen 10 jaar. Waarbij uh, marketeers en management steeds meer te zeggen heeft gehad. Welke games er werden gemaakt, in welk tempo en op welke manier. En ik snap dat doordat de industrie steeds groter wordt, steeds meer geld. dat dat niet alleen maar creatievelingen kunnen doen. Want creatievelingen kunnen één ding heel goed. en dat is creatief zijn. Maar over, over het algemeen zijn ze zakelijk gewoon wat minder goed. Mm. Uh, en daar is niks mis mee. Dus je hebt die mensen nodig. Maar ze hebben op een gegeven moment volledig het zeggenschap. En zij dwingen dit model. wat misschien bij management werkt, dwingen zij ook op de development. En dus je krijgt een hele rare angstige. Kutcultuur uh, waarin Waar, mensen weglopen. Ja, maar wat het ook is. Omdat het. Um het is op zijn retour. Het werkt meer. We hebben de dagen van het systeem hebben we gehad. Weet ja. je? Ik wil games als format. Weet je, dat idee, soort van oké, okay, als we een game maken en we houden dit format aan en we doen het op deze manier. Dan, dan creëren we succes. Die tijd heeft zijn, best, of dat heeft zijn beste tijd gehad, dat is nu klaar. En je merkt nu weer dat juist die originele ideeën, wat je vaak in de indie sector tegenkomt, die zijn in staat om opeens boem, door het dak te gaan en fantastische successen neer te zetten. Um, en dat is het. Dat blijft. Dat is het tegenovergestelde van 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 Uber corporate cultuur als je bij Activision Blizzard hebt. En ik denk eerlijk gezegd van ja, de mensen die nog overblijven bij dit soort bedrijven zijn of heel jonge developers die nog moeten werken aan hun uh, aan hun cv hun portfolio, ja. of uh, mensen die op een of andere manier uh, ja nergens anders aan de bak komen. Ik weet het niet. Maar ja, weet je, ik wil niemand wil hier werken. Nou, nee. het is ook niet alsof ze nou de. Ik wil ze betalen wel goed. Maar inmiddels zijn de indie uh, ontwikkelaars ja, ook niet meer partijen nee, die, ja, die niet betalen of zo. Nee, is gewoon ja. Absoluut. En, en wat dus gebeurt is dat gewoon goed gekwalificeerde werknemers bij diverse studio's aan het weglopen zijn. En um, dat is ook het probleem wat, wat Blizzard heeft: hè? hun laatste games vallen een beetje tegen. Hij geeft ook aan van: hey, um, ik, ik zou zo weer terug willen. Als ze dit uh, weghalen, dan ik heb ik niks tegen het bedrijf. De reden ook waarom die dit. In het nieuws heeft gebracht is ook omdat uh, een, een website dit verhaal naar buiten ging brengen. Dus hij voelde zich geroepen om hier toch wat over te zeggen. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen: van ja, oké, okay, haalt het ook intern misschien wat meer strijd over kunnen maken. Maar goed, hij zegt dat hij dat gedaan heeft. Ik weet het niet. Um, hoe je het ook bent of keert, dit laat wel zien. Deze route uh, 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 werkt niet voor de gamesindustrie. Het werkt niet voor Ubisoft. Het werkt niet voor Activision. Het werkt niet voor IA. En ik moet heel eerlijk zeggen: de laatste tijd begint IA toch weer ook weer gewoon norm, normale games opeens uit te brengen. Gewoon single player. Geen microtransactions. Geen dingen erin. Dus die, die hebben dat toch ook een beetje ingezien. Laten we hopen dat, um, dat dit duidelijk wordt dat creatieve sector in gaming is gewoon echt iets anders dan een keiharde uh, uh, ja, een gewoon bedrijf. Dit, dit, maar dit maar zo moeten die ja. les ook nog zakelijk leren. Dus ik bedoel, ik, ik maak me bijvoorbeeld zorgen als dit uh, impact heeft op de development cultuur. kun je zorgen maken over de kwaliteit van de aankomende Activision Blizzard games, uh, weet ja. je. Um, Diablo nou ja, uh, 4 zit eraan te komen. Uh, uh, ja. um, nee, over, misschien Overwatch 2 was niet zo uh, denderend. Dus, dus ja, je ziet het wel. Ja, maar als je uit de creatieve ziel uit een team zet, Terugzien in de producten ja. die ze maken. Dus ja. ja, maak me zorgen. Maar goed, okay. um, ik denk dat Microsoft hier misschien wel wat aan kan doen. Zij hebben duidelijk al een wat andere uh, bedrijfscultuur, in ieder geval binnen hun gamingafdeling. Uh, maar ik denk dat zij nog niet zoveel mogen, of willen of kunnen doen. Uh, zolang uh, de deal rond Activision Blizzard nog niet rond is. Nou, laat ik het dan maar meteen even het laatste nieuws erover hebben. Er is niet heel veel nieuws. Het is nog steeds een beetje gesteggeld de PlayStation. zegt van het is niet goed, uh, en, en, en Microsoft zegt dat komt allemaal goed. Laatste stand van zaken is uh, Amerika, de EU en UK, want UK zit inderdaad natuurlijk niet meer bij de EU. Die gaan allemaal, uh, die hebben hun bedenkingen erbij. Uh, dat is nu wel duidelijk. En ik moet even kijken, hoor, want ik had hier ook nog even kijken um, een opmerkelijk bericht hierover. Dat was deze. Um, dat is um, ja, er komen nu allemaal wat. Uh, al die drie, dus de UK, de uh, Amerika en um, EU die moeten nu naar buiten brengen wat hun bezwaar is en daar lekt al het een en ander naar, uit, naar buiten en dit vond ik wel grappig uh, SEA volgens mij is dat Sony Interactive uh, believes that negotiations have been productive and expects that further neg neg negotiations may resolve near, nearly all issues. Microsoft agreed that it also believes further negotiations are likely to narrow or eliminate most. Um, disputes, nou, deze twee vind ik wel essentieel van uh, mijn gevoel zegt uh, Microsoft zal wat uh, veren, nee wat water bij de wijn moeten gaan doen um, en dan komen ze er denk ik wel uit. Um, komt ook nog eens een keer bij dat de Amerikaanse uh, mededingingsautoriteit heeft laatst een grote, ook, ook zo'n deal uh, met Meta, die hebben ze verloren. En ze verliezen nu achter elkaar. Eigenlijk alles wat zij doen binnen de te verliezen ze bijna. De, en mensen zeggen ook van oké, okay, die zaak was nog vele malen harder dan deze zaak. Mm -hmm. um, het is natuurlijk wat jou ook vaak zegt: het is een beetje politiek. Um, ze willen een, een, een daad stellen. Ja. Dat kan. Uh, maar goed, uiteindelijk gaat de rechter erover en daar, daar halen ze dan toch vaak baksel. Dus ik verwacht ook wel dat. Uh, en Microsoft zegt ook van. Hey, het staat nog steeds voor 2023. Gewoon netjes bij ons in de boekhouding. Uh, dat dan de deal rond is. Het lijkt er een beetje heel langzaam. Die kant op, te gaan. Ja, ik hoop het gaat gewoon gebeuren. Uh, dan um, hebben we de jaarcijfers binnen uh, van zowel Xbox als PlayStation. Um, en uh, dat is toch wel een verschil: uh, want Xbox uh, hardware 13% naar beneden, content en services 12% naar beneden en total gaming revenue uh, naar beneden 30%. Dat is Xbox Q2, maar die schijnt dan overeen te komen met PlayStation Q3, uh, PlayStation hardware plus 46%, network gaming server. Services plus 19% en Total Gaming Review plus 53%. PlayStation heeft het beste kwartaal in 2022 Q3 uh, gedraaid ooit. En dat ik vind moet, ik echt insane. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, de Playstations vliegen nu werkelijk ook gewoon overal de voorraden landen binnen. Ook in Nederland is die nu inmiddels gewoon uh, vrij verkrijgbaar. Oh ja? ja, heb je dat gezien? Ik heb ze nog niet in de winkel gezien, maar bij PlayStation bij Bol kun je ze allemaal los zonder bundel kopen. Okay. Uh, ze hebben de 7,1 miljoen afgezet en ze gaan er echt ze willen er nog 9 of 10 miljoen het komende kwartaal uh, uitzetten. Ja, ik ik moet zeggen, ik ben met name benieuwd wat ja. dan dit kwartaal gaat doen. Uh, dat zullen we dan, uh, weet ik wel ergens in juni waarschijnlijk horen. Maar um, um, als het inderdaad zo is dat het nu overal ligt. Uh, ik ben benieuwd of hetzelfde ook gaat gelden voor de Xbox Series X. Want die ligt uh, nog zeker niet overal. Mm -hmm. uh, nee, dat vind ik dus vre vreemd. Hè? Ik bedoel, van, van waarom is daar dan nog een probleem? Is dat misschien omdat de retail zoiets heeft? Ik heb bijna geen vraag. Dus ik hoef er eigenlijk ook op dit moment niet zoveel te hebben. Ja, ik denk dat er wel vraag is. Maar ik denk, ja. Ja, ik denk ook dat. Misschien de Amerikaanse markt voorrang heeft gekregen, um, ja, ik denk dat hetzelfde speelt. En je hebt kans dat nu als, als inderdaad Nederland uh, aan de beurt is en we er liggen hier zoveel PlayStations in de winkels. Nou, dan gaan we waarschijnlijk ook wel zien dat er heel veel Xbox in de winkels komen te liggen. Dat, uh, dat zou kunnen, omdat die, die strijd natuurlijk uh, uh, toeneemt. Mm -hmm. um, maar ik blijf het gewoon raar vinden. En ik denk ook die. kijk, de voorraad, de, de voorraad die voorhanden is bij dit soort consoles, dat bepaalt gewoon die markt. Weet je, en, ja, je kunt er niet heel veel van zeggen. Ik, nee. ik, ik heb wel zoiets. Ik vind het verbazingwekkend waarom die markt zo. Of die omzet zo terugvalt voor Xbox. Ik zou niet weten waarom. Geen games. Dat, dat, uh, Phil Spencer heeft het ook, heeft ook aangegeven. Geen dit, gaat games, okay. dit gaat natuurlijk om 2022. Uh, dit, ja. dit geeft ook wel duidelijk aan van Game Pass. Nogmaals, het is een prachtige aanbieding. Het uh, is, is bang for bang En het is zo weer stopgezet. Ja. Er moeten wel games op uitkomen. En uh, nou, Koos retweeted het al, Dus ik heb hem er even bij gepakt. Um, dit is Phil Spencer. Die heeft gezegd... We need to have a steady release of great games that people can play on our platform. And we didn't do enough of that in 2022. There's no doubt fundamentally that's on me. I'm the head of business. Nou, wel zo eerlijk. Ik bedoel, Yves Guillemot zou dat ook wel eens een keer mogen zeggen. Dat het zijn probleem is. Hij zegt gewoon van ja, we hebben te weinig games. Uh, dit moet nu wel gaan gebeuren. Want we kunnen wel de hele tijd roepen van... Game Pass, fantastisch, bang for buck. Maar als er geen games op staan, ja, dan skip je het dan ook meteen. Ja. Dan is het ook weer klaar. Er is nog wel... En ik moet heel eerlijk ja? zeggen, als ik nu kijk naar Game Pass, dan zou ik het misschien ook wel op pauze zetten. Absoluut. Ik bedoel, er is gewoon inderdaad zeker al twee, drie maanden gewoon echt bitter weinig te beleven. Nee, 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 dat, dat, uh, dat, dat, dat is het zwakte ja. punt. Uh, uh, zelfs uh, betaal je minder als bij een full game. De, als er geen games zijn, dan houdt het op een gegeven moment op. Nou, en ik moet je zeggen, als ik kijk naar mijn eigen gebruik hè, van al die platformen, er zijn er zoveel. Ik heb overal accounts en ik, ik heb nooit meer dan twee streamingdiensten tegelijkertijd. Nee, weet je? En dan, nee, dan, dan, zet dan, dan, ik, het dan ben ik het even zat weer met Amazon, bijvoorbeeld. Dan heb ik tijd niet op, Weg ermee, weet je? En ik heb nu een tijd. Je geen Netflix meer gehad en HBO genomen. Nu ben ik HBO weer zat en dan uh, neem ik uh, Netflix weer. Weet je, ik, ik denk dat mensen zo straks ook gaan en zeker naarmate die consoles uh, verkrijgbaar zijn, maar wat je gaat krijgen, dat mensen en een Xbox en een PlayStation hebben en misschien wel gewoon gaan switchen mm -hmm. tussen uh, uh, de abonnementen die ze hebben. Ik bedoel, ja, het zou kunnen. Ja, er is één mits. Uh, wat ik al zeg, recordjaar meer verkocht, uh, maar. Microsoft doet het op één vlak wel beter. En dat is het aantal mensen uh, uh, wat dus uh, um, ja, op de surface, op de Xbox zelf is. Meer, uh, uh, meer mensen zijn er naartoe gegaan dan PlayStation. Dat is eigenlijk voor het eerst dat dat te zien is. En dat kan wel een, een probleem zijn. Want je kunt natuurlijk wel heel veel hardware verkopen. Maar op een gegeven moment als daar dan de games niet op uitkomen. En PlayStation tot nu toe doet... Drie grote titels per jaar. Um, ja, dan. Dan wordt dat wel een, een issue. Ja, dat is je weet, je weet, kijk, dat is het probleem. Je weet niet hoe er gemeten wordt. Nee, dat is weet waar. Je, ik, ik denk eerlijk gezegd: stel je voor dat jij bij mij langskomt en mm -hmm. ik uh, zet mijn Xbox aan, dan uh, moet jij een guest account aanmaken. Als we tegen elkaar willen ja. FIFA bij wijze van spreken. Ik zweer het je dat Microsoft dat, dat meet dat is, als tuurlijk. een extra user. Ja. Terwijl in de realiteit, jij hebt je eigen account thuis. En je hebt gewoon geen zin om in te loggen op mijn Xbox. Mm -hmm. Dus heb je een guest account. Ja. En dat is, uh, dat is logisch. Nou, je zag wel dus. en dat. Uh, nee, ja, goed. Ik, ik laat het even niet in beeld zien, hoor, want dat mm. is dit voor ons. Uh, er is wel een year-over-year year, uh, decline, dus een terugname in het aantal verkochte games op de play in. Uh, uh, in, uh, oh, ja, in PlayStation Plus gaat achteruit en software sales is ook uh, wat achteruit gaan. Dat ze maar meer Omdat verdienen. je natuurlijk die streaming hebt, of tenminste uh, uh, van die van die van die abonnementsdiensten, ja. zoals Xbox Game Pass. Absoluut. Um, en Vanuit die optiek moet je natuurlijk ook kijken naar waarom Sony zijn poten in het zand zet, of uh, zijn hak in het zand zet, ten opzichte van Activision Blizzard. Ik bedoel, het blijkt ook maar weer uit. Die first party titels zijn fantastisch. 11 miljoen verkocht nu. Van voor, Waarbij ik dan wel een kleine, ja, uh, klein, klein uh, uh, aanhalingstekentje zet. Omdat er natuurlijk heel veel ook in bundels uh, verkocht werden. Maar goed, anyway. Uh, dat succes is absoluut uh, verdiend. En dat zal echt nog wel uh, omhoog gaan. Uh, maar twee of drie van die klappers per jaar van 20, 25 miljoen plus, dat is niet waar ze op kunnen draaien. Ze draaien natuurlijk op die third-party titels. Als ja. die mensen uh, overstappen, dan hebben ze dus een probleem. Dan kun je nog zoveel PlayStation 5 verkopen. Maar dan heb je op een gegeven moment. Ja, gaat een consument denken. Oké, okay, nou voor drie, vier games per jaar een hele console uh, kopen. Mm, ik weet het niet. Maar het is interessant, want als je kijkt naar de. Um, als, als, als Call of Duty en Warzone niet exclusief worden voor de Xbox, wat ze niet gaan worden, wat we nu zien aan het gezeik van afgelopen ja. weken, maanden. Um, ik wil hoeveel exclusieve titels gaat Microsoft nou helemaal hebben in dat Game Pass. En dat is het, dat is het hele ding, weet je. Ik wil ja. zien. Uh, uh, ik weet niet. Misschien dat veel PlayStation bezitters dit 2022 een goed jaar vonden voor PlayStation. Ik vind het fucking dramatisch, weet je. Ik wil de games die uitgekomen zijn, zijn helaas niet mijn soort games, weet je. Mm -hmm. Ik zeg niet dat ze slecht zijn, maar nou ja, God of War. Matig geïnteresseerd in Spider-Man is niet mijn ding. Uh, wat er verder nog. Uh, ik, ik weet niet wat er verder nog uitkomt. Ja. Het is gewoon allemaal. Ik vind het allemaal niet zo boeiend. En dat. Um, uh, ik wilde gewoon die grootste meeslepende singleplayer-avonturen. Alla ja. De Gone. Allah. De eerste Uncharted. Allah. De eerste Last of Us, dat soort. Maar niveau. Wil ik. Het, het, ga, het. Het gaat op een gegeven moment. Het, het gaat, denk ik, niet meer om die actie. Want bedoel. Oké, okay, Sony zal echt wel drie, vier exclusieve titels... misschien ook wel vijf hè, met, met Square Enix... en ze kopen nog wel dingetjes, Konami. Ja. Uh, uh, die gaat Microsoft er wel... tenminste, dat hoop ik dan dat hij er tegenover zegt... met de, een fout. en een, een Starfield en al dat soort dingen. Het gaat dus eigenlijk om die om die games, die third party klappers, weet je wel, die, 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 die grote games, uh, de FIFA's, de Madden's, de, de Call of Duty's, de Assassin's Creed's, weet je wel, die kun je straks op beide platformen uh, uh, krijgen. Alleen kun je dan zeggen, oké, okay, bij deze moet ik een volledige console kopen, met alles erop en eraan. En bij de andere uh, uh, hoef ik misschien niet eens een console te kopen, want ik kan alles straks streamen in de cloud of op mijn PC spelen. En ik heb ook nog die exclusieve games, die krijg ik ook nog eens een keer gratis. Dus ik... Heb dan opeens geld over om die andere titels dan wel volledig te kopen? Dat is natuurlijk een beetje de denkwijze die uh, nu gangbaar is. En Sony ook wel snapt: van fuck, ik moet straks, uh, net als Nintendo, maar Nintendo slaagt er wel in, moet ik mijn. Mijn first party titels moeten zo ontzettend sterk zijn dat mensen eigenlijk op basis daarvan alleen al zeggen: Ik moet een PlayStation 5 hebben. Ja, maar ik denk dat Sony gaat daar niet komen. Sony was daar op een gegeven moment. Ja, en um, um, ik vraag: Kijk, dat is gewoon het hele ding. Nintendo first party games, mm -hmm. nieuwe first party games stellen nooit teleur. Nee. tenminste, hebben nog nooit teleurgesteld. En dat betekent dat het, ik zou blind. 60 euro neerleggen voor een nieuwe Nintendo-game, ja, maar elke andere franchise op elke andere platform zou ik eerst mijn bedenkingen hebben, me afvragen of dat wel goed besteed geld is mm -hmm. of die game niet gaat teleurstellen. Want ik, en ik bedoel, ik ben natuurlijk niet helemaal onafhankelijk, want ik weet je, ik, ik ben al 30 jaar gamer en <laughs> ik, ik koop al 30 jaar games en ik word ook al 30 jaar lang teleurgesteld uh, <laughs> door, door videogames, maar. De, die shit moet zo ontzettend veel beter dan het nu is. En ja. dat is het probleem, weet je. Ik bedoel, ik, weet je, ik hoef me geen zorgen te maken over slappe, woke, kutscripts die, die in games zitten als ik een Nintendo game koop. Ja, pas maar op. Ja, ja ik weet niet of het gaat ja, gebeuren, nee, hoor. Maar, op, uh, Japanners uh. zijn gewoon wat nuchterder. Het zit niet in de Nintendo wereld, weet nee. je. Ik bedoel, het hele onderwerp speelt daar niet. Alleen, ja weet je dan heb je een of andere Neil Druckmann die dan zijn stempel drukt op, uh, op een development proces waar ik niks mee heb nee. en dan vallen opeens vallen twee of drie franchises vallen af omdat dat nu op een of andere manier de, de, de dominante ideologie is in in Sony's game design ja dan, dan dat is gewoon een probleem voor ja. mij dus vind ik vind het niet is de hele platformbezig niet meer interessant en dat bedoel ik weet je ik bedoel Nintendo die staat daar boven weet je Nintendo maakt kwaliteit en gaat zich niet uh, mengen in, in, in domme uh, politiek correcte uh, discussies. Mm Het -hmm. is gewoon niet interessant voor Nintendo. En dat nee. vind ik heel tof aan Nintendo: dat ze gewoon zeggen: van, ja, we staan hier boven ja. en uh, we, we maken een ander soort video. Nou, nee, dat, dat kan ze zeker schaden. Ik bedoel, uh, dat zullen we de komende tijd uh, gaan leren. Duidelijk is dus: uh, aan de ene kant heb je dus nu, je moet nu elk jaar toch wel een aantal goede exclusies in de markt leggen. Aan de andere kant weet je dat exclusives maken tegenwoordig, zeker uh, als het gaat om Playstation, maar ook Nintendo en Xbox. Het kost heel veel geld. Het zijn hele dure games, dus het moet ook goed gaan. Je, daarvan kan je dus niet meer... er vijf of zes per jaar maken. Um, ja, dan ben je dus... afhankelijk van die third party. En daar zit het service model pro probleem. Als die partijen... Uh, uh, niet meer bij jou zijn... of uh, zoiets hebben van... hé, hey, maar die game pass die is zo groot aan het worden... en ik verdien eigenlijk al mijn geld aan Microsoft sections, uh, zet hem maar op dag één erin. Daar zit hem gevaar het in. Dat is waar Sony op dit moment uh, mee bezig is... Um, maar in ieder geval, ik vind het goed nieuws uh, dat de PlayStation 5 inmiddels, en ik heb het zelf ook al gezien, in ieder geval online, uh, dat je dat inderdaad nu ook zonder game erbij kan kopen. Uh, laten we hopen dat ze straks ook gewoon lekker in de winkel liggen, zodat je op elk moment van de dag langs kan gaan of je ziet het en je neemt het mee. Dat is eigenlijk ook vaak wel leuk, een impuls aankopen of hey, fuck, ik wil hem nu gaan halen. Um, en er is nu gewoon keuze, met of zonder bundel, met zes van die headsets erbij en een wasmachine, maakt me nog geen reet uit als je maar de keuze hebt. Gaan we naar het laatste onderwerp. Uh, de Sims, dames en heren. Um, ja, dit was natuurlijk ook weer uh, nieuws. Um, en het gaat erover dat de Sims uh, krijgen features voor transgender characters en those with disabilities. Oftewel, um, ja, je kunt nu ook een uh, ja, soort uh, hempjes krijgen of BH's die je tieten wegdrukken. Uh, scars zitten erin, et cetera, et cetera. Uh, ja, Is maakt... nieuws, Scars? Wat voor Scars? Als je je borsten weghaalt, die kan je er dan bij hebben. Nou ja, dit, dit, dit ging natuurlijk uh, 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 zoals alles uh, op dit moment in de wereld. Uh, 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 mensen super positief en mensen super negatief. Um, ja, nou, bo ja, Boris, ik, 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 wat, 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 wat ging er door je hoofd? Nou, weet je, kijk, dit is ik heb het idee ergens dat dit ook gewoon marketing is geworden. Mm -hmm. Um, weet je, als je dit doet, dan levert het pers op en alle pers is positieve pers, alle aandacht is positieve aandacht. Weet je, ik weet niet of. Uh, uh, kijk, ik heb een probleem met de ideologie erachter. Mm -hmm. uh, en dat zit er met name in het feit dat. Um, ja, ik weet niet of de Sims een kindergame is, maar ik denk zeker dat het een pubergame game is. Mm -hmm. En um, ja, weet je, net als dat ik moeite heb met het, met het onderwerp op scholen. Um, weet je, kinderen in die leeftijdscategorie? Weet je, tieners zijn gewoon ontzettend kwetsbaar, uh, nog ja. heel erg onzeker over hun identiteit. En ik weet gewoon niet of je dan die transgender-ideologie eroverheen moet storten, omdat ik bang ben dat je gewoon heel erg veel uh, ja, problemen creëert. Um, ja, ik weet het niet. Aan de andere kant, dit is een tijdsbeeld. Het zal wel, whatever, man. Ja, <laughs> ik weet het niet. Um, ja, kijk. Nou, ja, Sowieso, uh, EA is eigendom van de Sims. Um, eigenaar van. Eigenaar de Sims. Uh, het is hun product. Dus als zij dit erin willen zetten, maar het um, is natuurlijk ook een bedrijf met de hoofdkantoor in Californië. En dit is gewoon die hele nou, Californië okay. shit. Daar je. wil dat... ik straks op komen. Want uh, op zich dat dit erin zit, vind ik niet zo'n probleem. Uh, de Sims is altijd iets geweest van uh, jezelf namaken in de, de moderne wereld. Nou, je kunt tatoeages doen. Er zijn mensen die dat weer lichaamsverminking vindt. Uh, als je dit uh, niet tof vindt, um, dat kan ook. Uh, het zit er gewoon allemaal in. Ik vind ook uh, prima dat dat er nu rondtoll. Maar het is toch niet kom. de eerste keer dat dit in games zit. Je hebt toch al heel vaak nou, dat je soort van van alles en nog wat kunt doen en dat het gewoon. Nou ja, mijn eerste primaire reactie was, maar goed, uh, misschien ben ik dan niet de doelgroep was van. Maar als je transgender, dan. Ga je toch gewoon een vrouwelijk karakter nemen? Dan, of ben je trots op je scars en al dat soort dingen? Maar blijkbaar is dat wel een ding voor ja, vrouwen. Nee, nee, het is niet identiteit. Ze, ze, ja. ze, ze willen uh, gewoon zichzelf tonen. zoals ze op dit moment zijn. Nou, daar, daar ben ik voor, dus dat je dat kunt doen. Is het vervelend omdat ook kinderen dit spelen? Nou, daar heb ik altijd zoiets van. Je bent er als ouder bij. Dus dan moet je dan maar overleggen. Um, kijk, waar mijn probleem een beetje in zit. is, en dat is bij al die bedrijven. en daar geef ik jou wel gelijk in, boos Van stel nou. Dat I.E. Um, iets heeft van: ik ben voor de rechten van transgender. Ik vind dat transgender zich moeten uiten, ook in videogames. Mm -hmm. Waarom hebben ze dit niet? 15 jaar geleden. Nee, gedaan. Het is absoluut. Het is gewoon. Het is marketing. Want dan dan ben je. Dan heb je. Dan pair. heb je ballen. Toen was iedereen was nog niet uh, bezig met transgenders. Toen was het nog heel moeilijk. Dan heb je ballen als bedrijf. Zeg, weet je wat? Fuck it. Ons wereldbeeld. Ik, wij vinden gewoon dat transgenders dat die openlijk uh, dat het ook in games moet komen. Dat er over gepraat wordt. Dan had je waarschijnlijk geen enkel spel ge verkocht. Want ja, op die tijd waren we nog niet zo mee bezig. En nu. Inderdaad, doen maar ze het wel, man. Ik bedoel, de Evening Standard en of van de Britse ja, ja, ja. krant. Die zou never, nooit, niet een artikel wijden aan de Sims. En dat en nu dus... is het nieuws waar. Ja. Dit is gewoon een heel PR-traject. Het verkoopt uh, uh, aandacht. En ik weet niet of die aandacht ja. ook leidt tot daadwerkelijk meer verkochte games. Maar dat is een probleem voor later. Weet je, de PR, de ja. heeft gescoord. Ze ja, ik... dus hebben views, ja. uh, levert dit op. Ja. Uh, nou, gefeliciteerd ermee. Uh, en ik vind, ik vind dat serieus, uh, dat vind ik twijfelachtig. Ik twijfel dus serieus aan. De, 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 de incentive van IE om dit te doen. Laat ik een voorbeeld geven. Uh, Vrouwvoetbal, uh, dat, dat was al lang een ding. Op een gegeven moment, toen, zes, zeven jaar daarna, ging IE ging opeens ook een vrouw op de voorkant zetten. Uh, maar daar is het altijd bij gebleven. Vrouwvoetbal is nog steeds een ondergeschoven kindje. Waarom is er geen leak voor vrouw, vrouwelijke voetbalfans die nou, met vrouwen Ik kan hebben. je precies vertellen waarom dat is. Ja. Omdat er niet 50.000 mensen een kaartje gaan kopen om dat te gaan bekijken. Exact. Omdat ze niet uh, voor 100 miljoen de televisierechten kunnen verkopen van de vrouwelijk. Nou, en anders was het er al lang geweest. Nee, maar dat bedoel ik. En dat is maar, gewoon het hele maar, ding. Maar als het je ideologie is, dan maakt het geen reet uit of er één of, of een miljoen mensen zitten. Dan zeg je van, ik vind het belangrijk dat het gaat gebeuren. En ik ga het op de kaart zetten. En ik ga het gewoon doen. Al kijkt er maar één iemand maar. Ik stop gewoon geld ja. in een... Money talks, bullshit walks. Absoluut. Maar dat is, het hele maar ding. Dat, dat is mijn probleem uh, um, en uh, maar die discussie mag je bijna niet meer voeren, want op het moment dat ik dat zeg maar die discussie mag je heel goed voeren en het is, het is alleen te krankzinnig van woorden dat die niet gevoerd wordt. Nee. En waarom? Omdat als je dat doet, dan word je gelijk aangevallen dat als ik. als zijnde anti-transgender of weet ik wat. Exact. Wat natuurlijk fucking krankzinnig is, weet je. Ik bedoel, het is gewoon een onderwerp om een mening over te formuleren. Ja. En uh, um, als je een discussie over kunt voeren, dan moet je hem voeren. En wat dat betreft, dit is gewoon Slappe PR-aandacht. Het is makkelijk scoren. Um, maar goed, aan de andere kant, wie weet, levert het een interessant uh, sociologisch experiment op. En kan je bijhouden hoeveel uh, welk percentage van hun gamers straks uh, per se transgender uh, 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 ja, videogame-characters aanmaakt? Ik weet het niet. Ja. Weet je, nou, leuk, interessant. Het was inderdaad een onderdeel van een veel grotere uh, 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 update. En, en ja, dit pikken ze er dan uit. Overigens, wat ik dan weer bizar vind. Uh, ik dacht dus van disabled, weet je wel, nou dan. Er je wel rolstoelen? Er blijkt toch fucking veel R rolstoelen? Anders je denkt dat er nog niet in zit. Waarom, waarom dat dan weer niet? Is dat dan weer niet sexy genoeg om daar een pr bij te te Dan Heb je over? geen rolstoelen? Nou ja, ik, ik want, zag wel wat s'asten zijn. Het nou, daar maar, bij dat je bedoel ik. je gewoon geen ruimte voor de rolstoelprofessional. Uh, uh, is misschien nog een veel grotere doelgroep van uh, dat bedoel ik. Van als het niet sexy is, dan pak je het niet op. Is het wel sexy, dan pak je het wel op. En daar heb ik dan moeite mee. Maar als je, als je weet toch hoe die bedrijven zijn? Ja, nee, het het, gaat, maken al alleen op het gaat alleen maar om geld. Het gaat alleen maar om geld. En zonder uitzondering. En dat is het. De hele woke agenda ja. is op een gegeven moment uh, uh, heeft men bedacht dat dat een goede haak is om PR-narratief uh, aan op te hangen. En sindsdien worden we bestookt met regenboogjes op koffiekopjes en dit soort shit. En weet ik veel. En het het zal wel. Ik denk dat. De, dat de, het doelgroeponderzoek waarop al die aannames gebaseerd zijn, vertekent. Omdat het is uitgevoerd mm -hmm. in grote westerse steden. Die over het algemeen zeer links dat zijn. Ja. En waar over het algemeen die ideeën breed gedragen worden. Mm -hmm. Maar het is helaas niet representatief voor een groot gedeelte van de wereldbevolking. Nee, ik denk, ik denk dat, dat dat. Moet je met deze shit in Azië aankomen? Weet je? <laughs> nee, je kunt dat, dat... dat niet maken nee, op die nee, manier. Nee, dat, dat snap ik. Dus dat gaat dan te snel. Uh, en uh, denk ik dat dat eigenlijk uh, ook tegenwerkt uiteindelijk... Natuurlijk uh, ja, werkt het tegen. Omdat het het, het, wordt... het kan niet een agenda zijn. Dat is zo raar, weet je. Ik bedoel, het is bijna alsof je wordt opgedrongen met... met ja, met, 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 met het wordt je opgedrongen, deze shit. En waarom? Mm -hmm. Omdat, omdat jij denkt dat het iets toevoegt aan de verkoopcijfers. Um, en ja, ik betwijfel of dat zo is. Nou ik nou weet ja, het niet. De, de, kijk, nogmaals, je hebt de keuze in die game... Om het wel of niet te doen. Dus dan heb ik er niet zoveel problemen mee, Want ik hoef het niet te doen. Dus... Ja, maar wacht even. We hebben het ook nog eens over een tien jaar oude game. Hè? Ja, die, ja, ja, ja. Ga die game verkoopt geen moer meer. En dan komen ze nu met die update. Van hé, hey, laten we kijken of dit werkt. Of we nog eens eventjes. Uh, zou ook het TLC pakket. Maar zolang de keuze er is, heb ik er niet zoveel uh, 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 problemen mee. Um, het, het probleem is inderdaad die commerciële agenda erachter, en in één keer vallen ze allemaal achter elkaar. Maar dat is Weel... toch overal zo? Dat is toch ja. bij de Starbucks niet anders nee. of bij de uh, weet ik veel, wat voor woke nee. shit. En ook? het enige wat er gebeurt is dat die discussie geen discussie meer is, maar heel erg zwart-wit wordt. Het ene, allebei nee, het is een de partij... ideologie. Dat is altijd zo met een ideologie. Ja. Ja. je, je dat discussie. Vind ik dat vind ik jammer. Want in principe hadden ze dit ook gewoon kunnen doorvoeren. Gewoon het zit er gewoon in. Weet je wel, mensen pikken dat op en die zeggen, onder onderling van hey vet man, je kan nu ook dit doen, fine with me, maar. Op deze manier maken ze er een enorme issue van, waardoor misschien ook weer heel veel mensen uh, de game weer gaan boycotten. of bij hun kinderen weghalen. Weet, weet ik wel? Met ja, ik, ik vind dat, dat dat is eigenlijk het enige wat ik er moeite aan heb. Niet dat het erin gaat zitten of dat maar had dat dan fucking 15 jaar geleden gedaan, weet je nou, Weet je wat het gewoon het ding is? Je wil ook niet dat je kinderen bestookt worden met ideologische onzin. De, weet je, de wereld is daar vol mee. We worden ja. we, weet je, je kan het journaal niet aanzetten zonder. Ideologisch gedreven onderwerpen voorbij te zien komen. Mm -hmm. Dat is gewoon lastig. En voor kinderen is het kut, omdat ze door de boom het bos niet meer zien. En dat, um, um, ja, weet je, veel ouders zijn er denk ik ook niet mee bezig. Uh, ik denk dat heel weinig ouders weten wat voor lommel kinderen checken op YouTube of op TikTok of weet ik veel wat voor platformen. Nee. En dat zijn, dat zijn gewoon de. Uh, ja, dat is gewoon vergif, weet je. En ik ja. wil niet in de zin van dat het, uh, uh, weet ik veel, dat je gerstenspoeld wordt of whatever. <laughs> het is gewoon crap. Het is kut content. Maar ja, het is gewoon. Het kan natuurlijk clickbait, Het is lommel. Ja, maar de ideologie die je ouders hebben, die wordt natuurlijk een kind natuurlijk ook opged opgedrongen. Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk... als jij, weet ik wel, in de Bijbelbelt woont... dan kun je daar ook een knaal van krijgen... omdat je ouders op die manier jou opvoeden. Ik bedoel, dat is nou eenmaal een ding met, met... Maar dat soort ding met de ideologie dat is het probleem met de ideologie zodra ideologie ja. zijn intrede doet dan is er geen ruimte meer voor maar rationeel is Maar dan heb je iets van als het er gewoon in zit en ze maken er niet een enorm PR circus van maar het zit er gewoon in en en kinderen kunnen ermee gaan spelen en de ouders zitten erbij en die denken van hé hey, wow, wat gebeurt hier nou als ik dit en dat doe weet je wel van dan kun je er nog iets aan geven ik, ik geloof niet zo heel erg dat kinderen dan opeens denken oh fuck dit wil ik ook worden of zo moet nee, ik ook zijn de, waarom omdat ze maken er stereotypes van en dat is natuurlijk het hele ja. de hele kritiek geweest op de standaard man je vrouwtje en twee kinderen in de Sims, Dat is mm. toch super burgerlijk. Ja, uh, en nu hebben ze een aantal transgender uh, stereotypes die ze erin doen. Oké, okay, fijn, um, maar ja, doet dat echt wat voor de rechten van mensen die, on, weet ik veel, minderheden die on, rechten hebben, die onder zijn, weet ik veel. Ik bedoel, ik ben geen expert op het gebied. Ik, ik weet het gewoon niet. Nee. Um, ik denk wat dat betreft, dit is gewoon een uber commerciële uiting. Nee, en ik denk dat is mijn probleem, dat, ja. Weet je, als een, als een heel commerciële partij jouw ideologie gaat lopen vertegenwoordigen, kun je je afvragen wat het doel is van die ideologie. En ja, meer kan ik er eigenlijk niet echt over zeggen. Nee, 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 ja, ik, ik sluit me daarbij aan. Wat ik zeg, van uh, geen enkel probleem mee. Behalve dat ik uh, zoiets heb van: uh, ja, ik vertrouw IE gewoon niet helemaal uh, mee. Uh, waarom ze dit doen, uh, of tenminste, waarom ze er zo rompslomp omheen maken. Uh, doen ze dat om heel veel geld te verdienen, of doen ze dat omdat ze echt wat? Kun je kun jij een andere tien jaar oude franchise uh, herinneren waar ze persberichtjes voor zijn gaan schrijven? Nee. Dat bedoel ik. Dat is nou. gewoon het, dit ge, serieus, dit gebeurt niet zoveel hoor. Helemaal in de game-industrie, man. Zes maanden nadat zijn titel uit is. Dan is hij klaar. Dan gaan ze geen marketingbudget nee. meer in uitgeven. En, en hier, ja, blijkbaar. Uh, Misschien is, is de het een proef, rond. ik uh, weet. Nou, we, gaan ja. het, uh, we gaan het volgen uh, binnenkort. Okay. Goed, volgende week, nieuwe Piepshow. show.